De ruit vooraan in het dakpaneel, de voorruit en de zijbeschermingen van de nieuwe Espas vormen een panoramische bestuurderspositie bestaande uit 4 glaspartijen. Dit zorgt voor een beter zicht voor de bestuurder en de passagiers op de tweede rij. De gecentreerde bestuurdersplaats heeft een TFT-scherm dat naar de bestuurder is gericht en waarvan de configuratie kan worden aangepast, en een head-up display afhankelijk van de uitvoering. De middenconsole doorkruist het interieur als een brug. In deze console zit een groot verticaal touchscreen van 8,7 inch en de versnellingshendel. De sfeerverlichting kan worden aangepast volgens de gekozen rijmodus. De nieuwe Renault Espace biedt erg comfortabele voorstoelen die zich onderscheiden door hun vorm met mooie lijnen en vergrote hoofdsteunen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen deze stoelen handmatig of elektrisch worden versteld door middel van knoppen aan de zijkant van de stoel. Een schakelaar biedt directe toegang tot het menu stoelen op het multifunctionele scherm. De verwarmde stoelen worden geactiveerd door middel van de knoppen op de middenconsole. Wanneer het contact is ingeschakeld, drukt u op de schakelaar voor de gewenste stoel. Het ingebouwde waarschuwingslampje in de schakelaar gaat branden. Wanneer u een tweede keer drukt, stijgt de temperatuur. Bij een derde keer drukken wordt de verwarming uitgeschakeld. Het systeem regelt de verwarming automatisch en schakelt deze uit indien nodig. De massagefunctie kan worden aangepast via het multifunctionele scherm. Kies de bestuurders- of passagiersstoel, het soort massage, de intensiteit en de snelheid. De bestuurder en de passagier kunnen gebruik maken van de functie comfort instap. De stoel gaat dan automatisch achteruit wanneer de inzittende uit de auto stapt en schuift weer op zijn plaats wanneer de startknop wordt ingedrukt. De bestuurder kan de passagiersstoel afstellen met knoppen op zijn eigen stoel. Dit is de hoffelijkheidsfunctie om de stoel te verstellen. Deze functie kan worden ingeschakeld vanaf het multifunctionele scherm. De standen van de voorstoelen en de buitenspiegels kunnen worden opgeslagen. Start de motor en pas eerst de stoelpositie aan. Zet de versnellingshendel dan in D, vooruit, om de positie van de buitenspiegels aan te passen bij vooruitrijden. Zet de hendel tenslotte in R, achteruit, om de positie van de spiegels bij achteruitrijden aan te passen. Kies opslaan op het multifunctionele scherm om deze posities op te slaan. Er kunnen maximaal 6 afstelprofielen worden opgeslagen. Ophalen van opgeslagen posities voor de voorstoelen is alleen mogelijk wanneer de auto stilstaat. De hoogte en de diepte van het stuurwiel kunnen worden afgesteld, zodat de bestuurder makkelijk een goede rijpositie kan vinden. De zelfdimmende binnenspiegel heeft ingebouwde waarschuwingslampjes voor de autogordels voor en uitschakeling van de passagiersairbag vooraan. De bediening om door de informatie op de boordcomputer te gaan en voor de radio en het navigatiesysteem bevindt zich op het stuurwiel.